Dit is Marie. Marie werd zo pas lid van het ACV. Zodra Marie is geregistreerd in Syndicle of OTM, ontvangt ze de dag nadien een mail. Zo weet Marie dat haar inschrijving in orde is. In de mail geven we meteen het lidnummer mee en verwijzen we naar de website van het verbond. Je vindt er bijvoorbeeld de openingsuur van de dienstencentra, maar ook een link naar de berekeningsprogramma's, sociale wetgeving en het bijdragereglement. We vragen Marie ook haar persoonlijke gegevens na te kijken op Mijn ACV. De mail wordt verstuurd in de communicatietaal van het lid. Een Franstalig lid uit West-Vlaanderen krijgt zo een mail in het Frans, een Duitsstalig lid in het Duits. Een week later zit er een welkomstpakket in de brievenbus van Marie. Daarin zit een brief en een folder van het verbond. Nieuwe leden krijgen geen lidkaart meer, maar in de brief staan wel alle persoonlijke gegevens. We vragen dit na te kijken en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Zo zorgen we ervoor dat we vanaf het begin de juiste informatie hebben. En dat is belangrijk voor een goede dienstverlening en voor onze professionele en interprofessionele werking. Naast de brief zit er ook een folder in het welkomstpakket. De kleine en handige folder is gepersonaliseerd per verbond. Geen ellenlange teksten meer over premies, bijdragen en voordelen. Wat een lid moet weten, staat er kort en krachtig in. In de folder staan onder andere alle voordelen, wanneer je het best naar een contactcenter belt, waarvoor onze brievenbussen dienen, wat je kan doen onder Mijn ACV en waar onze dienstencentra zijn. Je vindt er ook bij welke centrale je terecht kan. Heb je nog ideeën over hoe we onze ledenwerving en ledenzorg kunnen verbeteren? Stuur dan een mail naar tabasco@acvcc.be.